Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Dit keer niet vanuit de studio, maar vanuit de tuin. Vanuit de Varentuin in de Hortus Botanicus Leiden. Want vorige week hebben we het gehad over vijvers. Maar deze week hebben we het over planten die wel graag bij vijvers groeien. Namelijk varens. Varens die houden wel van een beetje donker en een beetje nat. En ik ken niemand beter om mij over varens te vertellen dan de mensen met wie ik vandaag praat. En de eerste daarvan, die staat hier. Dat is Miguel Fernandez Voortman. Hey, Miguel. Ik zou zeggen welkom in de uitzending, maar Dankjewel. Jij zou misschien zeggen welkom in de Varentuin. Ja, welkom. Want jij bent een van de vrijwilligers die hard werken aan de Varentuin. Ja. Wie ben jij en hoe kom je hier terecht? Nou, ik ben Miguel Fernandez Voortman. Ik werk in de Varentuin al 5 jaar ongeveer. En iedere dinsdag doen we dat. En we onderhouden de collectie, breiden uit. En ja, we zijn er bijna iedere week wel mee bezig om het op stand te houden en uit te breiden. Oké, en hoe ben jij hier zelf dan? Hoe komen ze aan jou? Ik ben lid geworden via de plantmarkt van de Nederlandse Varenvereniging. Toen heb ik mijn compagnon waar ik mee werk, Harry, leren kennen. En toen ben ik hier na mijn eindexamen begonnen met werken. En als vrijwilliger iedere dinsdag. En het klikte goed. En zo ben ik langzaam hier in dienst gebleven. En waarom dan varens? Of is dat gewoon toeval? Nee, ik vond het altijd wel mooie planten. En ja, het is ook iets uitdagends. Het heeft geen bloemen. Het zaaien is moeilijker. Het opkweken is iets moeilijker. Dus een leuke uitdaging. En het past bijna aan iedere tuin. Dus dat is ideaal. Oké, want... als je het over varens hebt, dan denk je snel aan een schaduwachtige tuin. Ja. En hier achter ons zien we ook een schaduwrijke tuin met veel bomen. Ja. Dus het is een goede geschikte tuinplant. Heb je er zelf thuis ook veel? Ja, een stuk of 80. Dus, en bij mijn ouders ook nog. Dus het is een project overal door heel Leiden heen. Als een olievlek. Ja, overal waar ik een stukje tuin heb, kan ik ze planten en neerzetten. Oké, want ze gaan eigenlijk vanzelf groeien. Ja. En dan hou je zoveel materiaal over. Dus iedereen die je kent heeft wel varens van mij in zijn tuin staan. Dus breid je nodig. En je werkt hier elke dinsdag? Ja, elke dinsdag. En wat doe je dan zo al op zo'n dag? Als die varens zichzelf verzorgen? Onkruid trekken, de opdelen weer om ons blijven groeien. Dan krijg je grote pollen, maar dat is niet mooi. En dan zet je ze weer, maak je ze los, maak je weer groepen van. Verjonging is het. Ja, verjonging. Dubbele zet je dan op een nieuwe plek neer of je deelt ze uit. En het is een hele klus. En ook nog de administratie, goede naam erbij. Af en toe het oosten van de sporen om het te laten uitzaaien. Iedere dag is wel iets anders wat te doen. Dat geloof ik zo. En als je nou, want we hebben hier in de Varentuin natuurlijk heel veel varens staan. Ja. Zoals de naam al doet vermoeden. Maar als de mensen nou op zoek zijn naar een makkelijke instapvaren. Wat zet je in je tuin als je geen varens hebt? Je weet niks van varens. Oeh. Waar begin je? Waar zou jij beginnen? Ik zal beginnen met een Matheutia. Matheutia, hebben die hier ergens staan? Ja, die staat helemaal in het begin daar. Dan gaan we daar verder. Ja, helemaal goed. Want dit zijn Matheutia's. Die staan hier te bloeien. Nee. Tussendoor staat een allium, een uiachtige bolgewas tussendoor geplant. Maar het gaat echt om de varens. Varens maken geen bloemen. Maar normaal onder het blad maken ze sporen. En uit sporen kan je ze zaaien. Maar een Matheutia maakt een speciale aar waar de sporen in zitten. En ik heb hier eentje als voorbeeld mee. Ze zijn er nu allemaal uit. Maar het leuke aan de Matheutia ook is dat ze eetbaar zijn. De jonge krullen... Kan je in het voorjaar kan je afsnijden. Dan kan je blancheren en als asperges eten. Dus je kan varens ook nog eten? Ja. Niet allemaal? Maar een paar soorten zijn eetbaar. Ja, want ik weet in Azië maken ze van die gefrituurde... Want die varen die heeft natuurlijk die bekende groeivorm van zo'n blad dat de grond uitkomt en dan nog opgerold zit. En dan zich langzaam stukje bij beetje uitrolt tot zo'n prachtig veervormig blad. Ja. En die ronde kopjes die worden dan afgesneden en die worden... Gefrituurd volgens mij. Ja, of gekookt. Op verschillende manieren zijn ze eetbaar. In Azië eten ze wat meer soorten, maar in Amerika en Canada is echt van deze vorm wordt veel gegeten van. Ja, ik had geen idee. Nee.
En ze bloeien dus niet. Nee. Ondanks dat er lopen toch een hoop mensen hier tussen de varens door. En die zien dan deze plant uit de uienfamilie bloeien. Ja. En die staan dan heel erg verwonderd te kijken naar een bloeiende varen. Dus maar varenbloemen, die bestaan niet. Nee. Daar kan je lang naar zoeken. Het is wel een leuke combi om in je tuin te zetten. Ja, om de buren in de war te maken. Ja. Het beeld van de varen met de sporen op de achterkant, zeg maar de conventionele manier van groeien, dat kennen de mensen wel. Maar daar laten we nu ook een fotootje van zien van hoe zo'n varen eruit kan zien met die kleine bolletjes. Ja. Die kleine, hoopjes. Die kleine hoopjes met al die sporenkopjes erin. Ja. Echt stoffig. Het sporen zijn ook heel, heel klein. Het lijkt net stof. En om goed te zeven krijg je het ook het goede kwaliteit om te zaaien. Ja, werkt dat nou ook op de hooikoorts? Nee. Ah. Het is alleen, het kriebelt wel in je neus als hij aan het stuiven is en je trekt hem eruit. Ah. Nou, dus lieve tuinvrienden, als u last heeft van hooikoorts, een tuin vol met varens, dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken. En hier staan we bij wat de ingang van de varentuin genoemd kan worden. De dramatische theatrale entree van de varentuin met Harry Roskam, de oprichter van deze varentuin. Harry, wie ben jij? Wat je al zei, Harry Roskam. <Waarom dat? laughs> Ik ben vanuit de jaren 80 bezig met varens. En eerst in Drenthe, later bij Amersfoort. Ik moest voor mijn werk steeds verhuizen. Dus ook mijn collectie varens, die inmiddels meer dan 150 stuks waren. En op een bepaald moment was ik het zat om dat weer te verhuizen. Toen heb ik het hier aan de Hortus aangeboden. En toen is hier de holle weg, die lag er al. En we hebben hier de eerste collectie van mij, hebben we die aangeplant. En ik zeg altijd, ik heb mijn kinderen naar het kinderthuis gebracht en ik ben zelf groepsleider geworden. Ik heb één dag van de week van mijn baan heb ik opgezegd en ben ik hier in de Hortus gaan werken. In 92, 93 ongeveer. En dat langzamerhand hebben we steeds meer bij genomen. En inmiddels is er een heel groot stuk varengebied geworden. Met zo'n 400 soorten varens. Van heel klein tot heel groot. Die grote die zag u net. De Osmunder regalis. En we lopen straks hier de holle weg in om nog een paar soorten te laten zien. Het zijn allemaal winterharde varens. Ja, dat moet er dan even bijgezegd worden. Op de hele wereld komen varens voor. Het grootste deel van de varens komen in de tropische bossen voor en zijn dus niet winterhard. Maar ook in de gematigde streken waar wij wonen komen varens voor en die zijn winterhard. En zeker met de huidige klimaatveranderingen worden varens uit bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied, kunnen we hier tegenwoordig ook kweken, want we hebben zulke zachte winters. Nou, maar we staan hier, er zijn meer gebieden die gematigd zijn, hè? Bijvoorbeeld heel Siberië, China, Japan, maar ook Nieuw-Zeeland, Chili, Noord-Amerika. Uit al die gebieden staan hier varens en we krijgen er, bij wijze van spreken, bijna wekelijks krijgen we er nieuwe soorten bij. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van een ijzervaren uit Azië, Japan. Heel veel mensen herkennen dat al. Vroeger had je dit soort varens, dat waren kamerplanten. Maar tegenwoordig kan je ze hier buiten zetten. Om even het verschil te laten zien. Ik pluk maar gewijs. Dat mag alleen jij doen. Ja, mag alleen ik doen. Dit is echt een inheemse varen. Dit is wat ze noemen de wijfjesvaren. Even de Latijnse naam erbij. Aterium felix femina. In tegenstelling tot bijvoorbeeld deze. Dit is niet een aterium, maar dit is een Dryopterus. Nou, je ziet het verschil in blad. Dit is een heel fijn verdeeld blad en dit is een vrij grof. Dit is een voorbeeld van een mannetjesvaren en dit van een wijfjesvaren dus. En vroeger hebben onze voorouders die naam eraan gegeven. En ik zeg maar, dit is robuust, dus dat is een man
en is een fijne en dat is een vrouw. Ja? Dat varens niet alleen groen zijn, dat is bij de meeste mensen niet bekend. Maar je hebt ook oranje, je hebt rode en je hebt zelfs paarse varens. Bij die paarse varens komen straks. Hier ziet u een voorbeeld van een varen die ook rood uitloopt. Deze komen uit Nieuw-Zeeland. Een Dudia's. Ze hebben geen Nederlandse naam. Oh ja, misschien de raspvaren. Want dat blad is, voel maar eraan, is heel stijf. En... Ja, heel stevig. Ja? In tegenstelling tot bijvoorbeeld die wijfjesvaren, dat is heel zacht. Ja? Nou, hier een voorbeeld van een varen uit Chili. Dat... Nee, je zou hem zo in het bos hier zien staan en je zou er twee keer naar omkijken. Ja. Dat is wel iets heel bijzonders aan de overkant. Ja, dat we herkennen mensen vaak niet als varen. Maar dit is een pyrosia. Eigenlijk is dit geslacht voornamelijk tropisch. Maar in de Himalaya komt hij toch op vrij grote hoogte voor. En is die winter hard geworden. En deze overleeft hier al een jaar of vijf. Ja heel mooi. Heel mooi, ja. Die witte onderkant ook. Ja, en daar moeten straks nog de sporen in gaan... Oh, kijk, hier zie je de sporen. Varens zijn verschrikkelijk oud. 300 miljoen jaar oud. En sommige varens, die hebben al die 300 miljoen jaar overleefd... op exact dezelfde wijze zoals ze nu nog in de natuur staan. Dus dat is wel heel bijzonder. Een ander aspect van varens is dat ze heel veel variatie maken... Ik liet er net de wijfjesvaren zien. Nou, ik laat hier een variatie van een wijfjesvaren zien. En dan zie je dat die blaadjes zich netjes om en om met elkaar kruisen. En dit is de variatie Victoria E. Deze is in Schotland gevonden in de tijd dat koningin Victoria aan het bewind was. In die tijd... was er in Engeland de varengekte. Zoals wij de tulpengekte hebben gehad, hebben ze daar in rond 1850 de varengekte gehad. En je moet je voorstellen dat de bevolking helemaal gek van varens was. Enorme bedragen wilde betalen voor de varens. En er is ooit daar een varen verhandeld voor in die tijd. Het enorme bedrag van 500 pond. Daarmee kon je een luxe villa in het stadscentrum van Londen kopen. En laat me hier eventjes zien. Een variatie van de mannetjesvaren met... Gespleten puntjes. Met gespleten, ja. Een cristaatvorm noemen ze dat. Of met een wijfjesvaren helemaal... Ja, gecrispy. Ja? Crispy, ja. Een crispy, ja. Jongen, jongen. Nou, dit is ook een hele mooie. Een totaal... Voor de meeste mensen onbekend vorm van een varen. En dit is een Adiantum pedatum uit Noord-Amerika. Dit is ook een Aterium Nipponicum metallicum. Ja. Zie ik al staan. En in Amerika hebben de kwekers hem nog verder doorgekweekt. Dat hij zelfs rood en knal oranje is. Nou, dan weet je niet wat je ziet. Nou, die hebben we hier nog niet neergezet. Blijven de varens die hier staan, blijven die in de winter nou groen? Ook? Nee, goede vraag. Heel veel varens... Dus je moet het eigenlijk verdelen in een groep die wintergroen blijft... en een eentje die niet wintergroen blijft. Daar sterft het blad vanaf. De wijfjesvarens die sterven helemaal af. De mannetjesvarens die blijven recht overeind staan. We moeten nog één groep varens... voor de tuin vertellen. En dat is de Podostygums. De naaldvarens. Die komen in Europa ook gewoon voor. Daar hebben we de... En tegenwoordig met de klimaatverandering... zijn ze ook in Nederland tevoorschijn gekomen. Sinds een jaar of 10, 15. Daar hebben we er twee van. Podostygum sativirum en Podostygum aculeatum. De zachte en de stijve naaldvaren. En die zijn deze zijn dus helemaal wintergroen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat in de winter je tuin dan helemaal door is. Nee, deze blijft mooi. Kijk, dit is het blad. Dat zie je. Dit is het blad van verleden jaar.
En dat is pas in het voorjaar is dat bruin geworden. En dat laten wij eraan zitten. Ik kan me voorstellen dat je in een nette tuin dat eraf haalt. Wij laten het zitten, omdat dat weer humus vormt voor de, voor hij de plant. Hij maakt zijn eigen mest. Hij maakt zijn eigen voedsel, ja. Nou, Harry, volgens mij kan je de hele dag er wel over doorgaan. Ja. Want we hebben maar een heel klein stukje gehad. Ja. Dus het is voor de mensen thuis zeker aan te raden om een keertje langs te komen. En als u dus op de dinsdag komt, dan zijn de varenjongens die zijn er dan. En die willen altijd wel een paar vragen beantwoorden. Die hebben altijd wel wat leuks te vertellen. Ja. Dus heel erg bedankt voor deze uitleg. En dan gaan wij weer terug naar Miguel. Zo, lieve tuinvrienden. Bent u dit wel eens tegengekomen in de tuin? Deze groene vlekjes die een beetje kunnen uitgroeien tot een soort van groen hartje. En heeft u ze er dan zonder meer uitgetrokken omdat u dacht, wat is dit, een mosje of een levermosje of een korstmosje of een algje of een of ander iets wat ik niet op mijn mooie zwarte aarde wil. Misschien heeft u dat wel eens gedaan, maar wist u dat het kan uitgroeien tot zoiets? Want Miguel, wat is zo'n groen, ja, noem het maar wat, een vliebeltje? Ja, dat is het begin van een varen. Een varen heeft geen bloemen. In de bloem begint natuurlijk meestal de bevruchting tot het zaadje. Maar bij een varens maken ze die groene, ja, groenhartige blaadjes. Gaan metrofiet. En daar is het begin waar het wat uit kan lopen tot een mooie varen. Daar wordt de bevruchting in plaatsgevonden. Die leidt tot een hele kleine varen. Dus als u zoiets ziet, hou het goed vochtig. En misschien komt er iets leuks uit. Zoals die zacht is een begin van deze variëteit. Van de mannetjesvaren. Dat was die ene die we net zagen. Dat is, ja. dat is uiteindelijk ja. Is dat dit geworden. Ja, u kan het ook thuis doen. Het is best wel te doen thuis. U moet dan wachten tot het wat nu groen is, de groene bolletjes, bruin gaan kleuren. En dan er zit een klein dekseltje, een schubbetje op. Die gaat dan licht bruin kleuren. Als je dat blad dan op een krant legt of een wit vel. En een dag wacht, dan ziet hij een bruinige stoffige laag erop liggen. Als hij dat door een meelzeefje haalt, dan zijn alle vliesjes en vuiligheid weg. En dan kan hij het gewoon thuis uitzaaien. Dan moet hij een bakje van de Chinees of een afgesloten tupper met aarde vullen, met een beetje water, in een magmatron doen. Zodat alle schimmels uit de bodem weg zijn. En dan doet hij een klein mespuntje van het bruinige stoffige poeder, de sporen, zaait hij dan uit. Verspreidt hij heel zachtjes over het over de aarde, doet dekseltje op en dan 5 weekjes wacht. Als hij dan een groene laag ziet, dan heeft hij een kans dat hij varens heeft gezaaid. En dan moet hij dat goed vochtig houden, met een beetje plantenspuitje eroverheen sproeien. En dan langzaam ontstaat de bevruchting en heeft hij uw eigen varens vermeerderd. Dat is met de klus wel, hè? Ja, het is een leuke uitdaging, maar het houdt het spannend. Ja, het is makkelijker dan een zaadje. Iets om een keertje te proberen. Ja. Maar ja, het is dus niet gewoon de bijtjes die doen het werk niet, nee, voor de varens. Dus dat moeten wij dan doen. Ja. En normaal gesproken gebeurt dat door de wind bij de varens. Bij de meeste varens, denk ik dan. Dus ook het uitzaaien van zo'n varen, zoals je het noemt. Nou ja, er is dus geen zaad bij gekeken natuurlijk. Nee. Dat is dus een heel andere klus dan het doen uitzaaien en het vermeerderen van andere planten, van zaadplanten. Als mensen zich nou heel erg geïnteresseerd voelen in varens, door dit opeens allemaal te zien. Door te zien van, er is niet gewoon de varen en misschien nog een andere soort. Nee, er zijn hier en daar, dus hebben we al iets van 300-400 soorten. Ja, 300-400 soorten. En hoe kom je dan aan een varen? Want je kunt geen zaadjes kopen, nee, dat weten we nu. Hoe kom ik aan een varen? Bij de meeste tuincentra zijn er een diverse aanbod van kamervarens en buitenvarens, door veel kwekers uit Nederland aangeleverd. Maar het is ook, als je wat bijzondere soort wilt, kan je lid worden van de varenvereniging, heb je in Nederland. En die delen varens plus sporen om uit te zaaien. Staan veel handige tips op de site, hoe je het allemaal kan vermeerderen. En het is een erg gezellige groep waar je lid kan van worden. En dan kun je via kun je aan alle bijzondere soorten komen, alle soorten die je wilt, komen waar je maar van en kan je komen. Je specialiseren. Ja. Maar af en toe ook bij de supermarkt zijn leuke kamervarens of tuinvarens te koop. Dus varens zijn wel overal te verkrijgen.
Ja, want dat zijn natuurlijk ook leuke kamerplanten. Ja. En dan heb je meestal tropische varens. Ja, een blauwe zelfs. Ja, de Phlebodium. Phlebodium, inderdaad. Ja. Hebben ze nu bij de supermarkt, zag ik gisteren. Ja, die zijn er weer. Dus, dus de keuze is eindeloos. Wij, zo vol als het hier staat met varens, zo vol staat het dus lang niet in elke tuin. En wij gaan nu eventjes kijken in een tuin waar men wel een paar varentjes kan gebruiken. En daar trekken wij een paar tegels uit en daar zetten wij een paar varentjes in. Toke, we zijn bij jou te gast in de Zeeheldenbuurt. Zeker, welkom. Vertel even wie je bent en... ik ben Toke en ik ben in Leiden komen wonen sinds de studie en niet meer vertrokken. En nu woon ik sinds een jaar in de Zeeheldenbuurt. En dit is dus mijn tuin en ik ben er zo ontzettend blij mee. Voor het eerst in mijn leven heb ik echt een eigen tuin. Dus tegels wippen vind ik hartstikke leuk in een... Een paar maanden groeit het zo enorm en ik ben gewoon heel blij dat ik hier woon en met de tuin. Mijn fascinatie voor de varen die is gekomen toen ik in mijn eerste jaar van biologie zat. Want iedereen ziet natuurlijk die grote varens, maar toen heb ik geleerd dat je ook dus hele kleine tallussen hebt. Dat is een soort klompje cellen waar die varen uit voortgroeit. Dus je hebt de sporen van de varen en die gaan dan... In het water van wat op de vloer is, vinden ze zo'n vrouwelijke versie. En dan gaat die sporen erin en dan pas komt de varen. Nou, dat vond ik zo fascinerend. En als je dat weet, kun je op zoek gaan naar die kleine lichaampjes. Dus ja, zo is mijn fascinatie voor de varen eigenlijk ontstaan. Zo, lieve tuinvrienden, dat was me de tuin wel. Die hebben er nu een paar mooie varens bij. Die hebben nog wel even te gaan voordat ze een echte varentuin hebben. Maar
in de tussentijd, die verwijderde tegels, dat doet natuurlijk dorsten naar meer. Dus laten we eens kijken hoe het is, hoe de stand is bij het NK tegelwippen. En zoals u ziet staan wij op de 9e plaats met Leiden. We zijn een plaatsje gedaald, maar de strijd is natuurlijk nog niet gestreden. U heeft gezien hoe die tegels eruit kunnen, hoe die varens erin kunnen. Wat is er nou makkelijker? Dus we kunnen nog rukven inhalen op den duur. Ik heb er alle vertrouwen in. Om u daarin aan te moedigen natuurlijk. Onze tegeltruck van de gemeente Leiden, die is er nog steeds. En die is er voorlopig nog wel even. Dus stuurt u alstublieft een mailtje naar jaarvandetuin@leiden.nl. Want wij komen ze gewoon ophalen. Kosteloos en moeiteloos laden wij de tegels voor u in. En nemen we ze mee en ziet u ze nooit meer. Klinkt dat niet prachtig? Wat zeggen we? We zeggen tegel eruit, varen erin. En dan zie ik u hopelijk volgende week weer bij Jaar van de Tuin.